Een gezond leven maakt gelukkig. Bewegen, goed eten en op zijn tijd ontspannen. De komende weken helpen we je daar graag bij in Vitaal Schiedam. Met een challenge van een Schiedamse topsporter. Voedingsadvies van een diëtiste. Een makkelijke ontspanningsoefening. En een plek in de Schiedamse buitenlucht om lekker te bewegen. Maar we beginnen met een eenvoudige oefening voor thuis. De oefening voor deze week is de glute bridge. Een oefening voor je billen. Hoe dat eruit ziet, ga ik jullie meteen laten zien. Wat je voor deze oefening nodig hebt, is een poef of een stoel. Die zet je tegen de muur aan. Vervolgens zet je je hakken op de poef. Je brengt je billen zo dicht mogelijk tegen de poef of tegen de stoel aan. En vanaf dit punt doe je je kin op je borst. Je handen mag je gewoon netjes naast je billen plaatsen en dan breng je heupen zo hoog mogelijk de lucht in. Kom maar op. Heel belangrijk is dat je echt een maximale hoogte opzoekt. Stel je voor dat dit heel makkelijk is en je wil het moeilijker maken, dan kan je verder gaan met één been. Een heerlijke oefening om die billen goed aan te pakken. Stel je voor dat deze oefening nou te moeilijk is, dan kan je natuurlijk ook weer een stapje terug. Door de poef of stoel weg te halen, dan plaats je je voeten plat op de grond. En je hakken breng je iets verder naar je billen toe. En vanaf dit punt druk je ook weer je heupen de lucht in. Heel goed. Stel je voor dat dit dus nu makkelijker gaat. Dan kan je er ook voor kiezen om in deze positie op één been je heupen de lucht in te drukken. Hoeveel herhalingen je moet maken en hoeveel sets je moet maken, staan hieronder vermeld. Dus afhankelijk van jouw niveau kies jij het aantal herhalingen of aantal sets. Heel veel succes! Om in het verlengde te blijven van de tip van vorige week over het boodschappen doen, heb ik hier nog een tip voor je. En dat is om zoveel mogelijk in het buitenste ring van de supermarkt te blijven. Want wat je daar voornamelijk vindt, is eerst de groente- en fruitafdeling, dan vlees en vis, een stukje broodafdeling. Dan hebben we de koeling met zuivelproducten, yoghurt, kwark. Aan het einde hebben we de vriezer met bevroren fruit, bevroren groenten en tegenwoordig ook nog best wel wat gezonde maaltijden. Dus blijf je in de buitenste ring van de supermarkt, kom je gewoon thuis met veel meer verse en onbewerkte producten. En dat gaat je ook zeker helpen met het verliezen van je coronakilo's. We zijn hier in Schiedam-Zuid bij de Buitensluis. Hierbij kun je leuke verschillende buitenoefeningen doen. Het heet het Gusto-veldje. Zoals je ziet, hier achter mij kun je verschillende oefeningen doen als deadliften. Je kan veel oefeningen doen met eigen lichaamsgewicht. En daarnaast heb je ook touwen waar je oefeningen mee kan doen. Een superleuke plek om een keer te proberen. Dus ik zou zeggen, kom gauw een keer naar het Gusto-veldje. We gaan het deze week weer hebben over slaap, omdat het zo ontzettend belangrijk is, omdat het je weerbaarder maakt tegen stress. Wat kun je doen om beter te slapen? We hebben het gehad over cafeïne, maar er zijn nog veel meer dingen die je kan doen. Let bijvoorbeeld op hoe donker het is in je slaapkamer. Je wilt je slaapkamer zo donker mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk dat je de temperatuur in de slaapkamer laag houdt, zodat het niet te warm is, dat je goed kunt slapen. Natuurlijk wil je zo min mogelijk last hebben van geluiden om je heen. Als je daar wel last van hebt, kun je proberen om te oefenen om te slapen met oordopjes, zodat je daar niet wakker door wordt gemaakt. Als je een partner hebt en je slaapt naast elkaar, dan is het handig om twee losse dekbedden te hebben, als je wakker wordt van elkaar als je één dekbed hebt. Verder is het heel erg belangrijk dat je 's avonds, voordat je gaat slapen, rustige dingen doet, waar je rustig van wordt. Als het nodig is, kun je de lichten dimmen, maar lees in ieder geval geen spannend boek, kijk geen spannende films en ga niet meer zwaar sporten. Want dat zijn zaken waardoor je moeilijker in slaap valt. Dus doe rustige, ontspannen dingen, maak een wandeling, luister een mooi muziekje of ga lekker even douchen en dan kun je rustig en makkelijker in slaap vallen. Succes! Goedendag, ik ben Tom Hegelman, 34 jaar en cricketcaptain van Excelsior 20. Excelsior 20, een voetbal- en cricketvereniging in Schiedam. De cricketafdeling is zeer succesvol en meerdere keren landskampioen geworden. En vandaag gaan we een mooie challenge doen. De challenge voor vandaag gebruiken we ook veel in de cricketsport. De core,
Vandaag gaan we de plank doen. Ik zal hem laten zien. 30 seconden lang gaan we in deze positie. Je hebt 4 handdoeken en je gaat proberen zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk de handdoeken aan te raken. Oké, de eerste uitdaging challenge is om het 30 seconden vol te houden. Dat is al een mooie prestatie als dat je lukt. We gaan even kijken. Nou, probeer elke keer terug naar het midden te gaan nadat je een handdoekje hebt aangeraakt. En erg belangrijk is het natuurlijk het aanspannen van je core en het proberen zo stil mogelijk te houden van de heupen. Nou, zoals je ziet gaat het hem goed af. Lukt jou dat nou ook? Tag ons dan op Instagram en heel veel succes met het uitvoeren van deze challenge. En je kan hem natuurlijk ook moeilijker maken. Dat is wanneer je hoog houdt. Hup, rondje om de wereld. Pak je wel je handen. Je durft hem.